Curaçao wordt een knooppunt voor de internationale hulpverlening voor Venezuela. Curaçao ligt vlakbij, op ongeveer 70 kilometer, vandaar de keuze voor het eiland. Er is echter één grote maar. President Maduro van Venezuela moet wel meewerken. De laatste weken is de situatie in Venezuela in snel tempo slechter geworden. Mensen zijn wanhopig, ze lijden honger, er zijn geen medicijnen. Tot nu toe weigert president Maduro buitenlandse hulp. Hij heeft zelfs het leger opdracht gegeven de grens te sluiten. De VS, Nederland en Curaçao hopen dat een humanitaire operatie op korte termijn toch mogelijk is. Met Curaçao als knooppunt voor internationale hulp. We staan voor mensenrechten, we staan voor hulp verlenen aan volkeren in nood. En zeker als het gaat om een, laat zeggen, een buurman, als ik het zo kan noemen, buurland. Dan staan we toe bereid om dat te doen als Curaçao in nauw overleg met Nederland. Wat er nu is gebeurd is dat Amerika, Nederland en Curaçao de plooien hebben gladgestreken om een eventuele hulpoperatie vanaf Curaçao's grondgebied te kunnen starten. Zover is het alleen nog niet, want de grenzen met Venezuela zijn dicht. Maduro staat geen steun toe vanuit het buitenland. En waar we nu op wachten is of Maduro gooit die grenzen open of Maduro gaat weg. En in beide gevallen kan dan de hulpverlening starten en gaan we hier op Curaçao de vliegtuigen zien komen.